welkom bij Dynamite Magic Shop. Product update nummer 69. Trek van vakantie, Leon tenminste. Nee, ja, binnenkort. Ik ga binnenkort. En we zijn weer terug met een heleboel dingetjes. Leuke dingetjes, nieuwe dingetjes. Ook het oudere dingetjes. Zo was er van de week iemand die vroeg naar een truc met een pen. Ik zeg, oh wacht eens even, we hebben een hele mooie. Die heb ik even opgezocht weer. Ik had hem een tijdje niet gedaan. En toen dacht ik, potverdikkie, dat is toch een leuke om te laten zien in de updates. Want die hebben toch al heel veel verkocht in het verleden. Maar zo'n dingetjes verdwijnen een beetje naar de achtergrond, verdwijnen in de la. En dan vergeet je zo'n dingen. Wat is het? Het is een pen. Een pen heeft een dop en een punt. Normaal zit de dop eroverheen, maar dan zou je hem nu niet kunnen zien. En dan heb je een punt. Ja. Hey, let even op de punt. Punt zit boven. Punt zit beneden. Punt boven. Zit boven. Punt zit beneden. Beneden. Punt zit... Oh. Oh. Dat is op zich vreemd. Oh, hier is de punt. Punt zit hier. Oké, doe het nog een keer. Goed opletten. Punt zit boven. Punt... Wat is het nou? Oké, het is op zich vreemd, want de punt zat net echt hier, dacht ik niet. Ja, daarom. Oh. Wat gebeurt er allemaal nou? Oké, doe even, slow motion is misschien beter. Kijk, dan zit de punt hier. Weet je wat? Als jij de punt wil vasthouden. Heel goed. Oké, maar dan bedoel ik eigenlijk die punt. Dat is, ik zal het wel zien. Dit is Pointless van Gregory Wilson. Ja, erg leuke routine vind ik zelf. Je kan er nog meer mee, maar dat is de basisroutine. Ik ga niet verklappen wat je er meer mee kunt, want dan zou je het deel van het truc misschien wel weggeven. Compleet met de pen en de DVD-instructies. Dus de pen zit hierin verpakt. De pen is echt wel speciaal gemaakt. Het is geen goedkoop China dingetje en ik kan niet zeggen waarom, maar er zit iets speciaals in wat het beter maakt. Ik zag het. Okay. Ik zag de verbetering. Ik weet welke truc je bedoelt. Ja, ja. Maar dit is echt... Ja, dus daarom. Is hij moeilijk? Nee. En ik heb dus ook opgeduikeld. Ik moest even bij de mensen bijstonden van de week. Dacht ik, oké. Natuurlijk moet je even oefenen. Maar de handelingen zijn eigenlijk simpel. Doordat je wat je doet, gaan de handelingen eigenlijk nagenoeg vanzelf. Dus, speciale pen met de DVD. Hij heet Pointless van Gregory Wilson. En volgens mij heb ik die gekocht ooit op de eerste Dynamite Day. Dus ik ga niet kijken of hier de datum op staat, maar dat zou er moeten zijn 2008. Nou, copyright 2009, dus dat kan niet. Jawel, want we hadden hem al voordat hij hem uitbracht. Hij had ze zelf toen bij zich met losse schijfjes nog. Dus, Pointless voor de prijs van 55 euro. Numero uno was dat. Heb jij nog iets? Of zal ik niks laten zien? Ja, ik wil best wel wat laten zien. Oké. René. Dat ben ik. Zou je een K willen noemen? Guiten 3. Hoewel dat het erin zit, hè? Ja, dat is hier de vraag met die kaas. Maar we hebben net al kaarten eruit gehaald waar kruisen op stonden, gaatjes in zaten. Er zit van alles in. Dus dat heb je wel... Zit hierin? Ja, ik hoop het. Oh. Wil ik aan jou vragen, René, om de kaarten goed te schudden? Waar even zo... Oh ja, het zijn allemaal verschillende kaarten. Okay. Die kaarten zijn geschud. Ik zal ze zelf ook even schudden, want René kan niet zo goed schudden. Mogen zien. Weet ik. René. Dat ben ik. Ik ga je zo meteen vragen in welk stapeltje je denkt dat jouw kaart zit. Oké. Okay. Waar denk je dat jouw kaart in zit? Oké, okay. Voor duidelijkheid. Wat gebeurt er met het andere stapeltje? Dat gaat weg. Oké, okay, dat is super fair. Okay, dat mensen thuis ook niet denken dat we je keuze hebben. Ik denk dat mijn kaart zit in... deze stapel. Ja, deze dus weg. René. Waar denk je dat jouw kaart in zit? Ik denk dat mijn kaart zit in deze stapel. Zeker weten? Ja. Ja, deze stapel dus. Weg, dan moet je hier dus bij zitten. Ja, dat weet ik niet, maar dat hoop ik. Oké. Waar denk je dat hij in zit? Deze stapel. Dan gaat deze dus weg. Doe het even zo. Waar denk je dat hij in zit? Ja, deze dus weg. En dan heb ik hier nog twee kaarten, René. Uh-huh. Dan mag je beide kaarten vasthouden en ook je vraag er eentje te laten vallen. Uh-huh. Mooi negatief weg. Dan wil ik jou vragen, René, wat was jouw kaart? Guiten 3, toch?
Oh, draai me zo. Ja, dat is een gaaf effect, niet? Het is de eerste keer dat ik hem doe, dus ik hoop dat hij... Ja, ik heb hem vanmorgen even uitgelegd, Leon. Dus ik weet wel wat hij doet, maar... mooi. Ja, Leon was al fan van de truc. Die had hem al gezien bij onze leverancier. En die zegt, die moeten we bestellen. Want het kost ook... Ja, ik zeg bijna niks. Geen drol, je hebt hem daar liggen, hè, dat schijfje. €10,95. Van Alex.Rea. Ik heb gisteravond de DVD helemaal bekeken. Ja, hij leert je allerlei... mogelijkheden, variaties, handelingen die mogelijk zijn. Is het moeilijk? Nee. Is het geschikt voor meteen voor een beginner? Echt, iemand die helemaal begint, zou ik zeggen. Zou een beetje oefenen. Het zou kunnen, maar je moet vooral durven dan, denk ik. Ja, René heeft mij straks uitgelegd, dus ik heb hem gewoon net voor de eerste keer gedaan. Dus ik hoop dat hij goed gegaan is. Ja, maar het zag er van hier goed uit. Dat bedoel ik met dat ik niet zag. Niet zag wat ik niet mag zien. Dus ik denk dat het goed uitziet op camera ook. En nogmaals, niks afgesproken hoor. Dus dat is ook een gewoon spelkaart, even voor de duidelijkheid. Ja, normaal. Ja. Je krijgt alleen dit. Ja, ja. Dus Crossroads, complete DVD. Gebruik je eigen kaartspel, willekeurig dek. Je kan dus ergens als je bent. Heeft iemand spelkaarten, huppala, laat je schudden. Doe je de truc. €10,95. Crossroads. we hebben iets heel gaafs. Een tijd geleden kregen we het al te zien. Exclusief is dat gemaakt door Holland Magic Studio. Wat is dit? Het ziet er een beetje futuristisch uit, zeg maar. Dat past wel bij Update 69, wou ik ooit, zeggen. Maar. Ja, ooit bedacht door Renzo Breintjes. Het zijn twee doosjes, al een beetje laten zien wat er te zien is. Met daardoor kokertjes. Ik kan er doorheen kijken, ik doe nog deze onderzoek even. Het grappige is, je kunt die kokertjes eruit halen. Kijk, deze eruit halen zo. Hop. Gebeurt er niks. Want dit denk je, kan niet naar beneden zakken, want er zit hier nog een kokertje erin. Buisje leeg. Dit buisje trekken we ook uit. Ik zal het eerst kijken. Kijk. Hop. Dus je hebt twee buisjes die hier doorheen zitten. Ja, nou, wat is de truc? Nou, de truc is, hoe kan het dat die buisjes daarin zitten? Dan zeggen mensen, ja, dat er gaten in zitten. Dat klopt. Maar hoe kan dat als er in dat doosje een grote... koppelsteen zit. Okay. En het leuke is, zeggen mensen, ja maar wacht even, die dobbelsteen zat er gewoon in. Nou, ik zal het even laten zien, want die reactie hebben we gehad. Zet hem even op buisje. Dat gaat er niet worden, even voor de duidelijkheid. Wat je krijgt is een zeer goed kwaliteitsproduct. Nederlandse makelaar. Onder Magic Studio exclusief te verkrijgen bij Dynamite Magic Shop. Mooi gemaakt dus. Je krijgt een mooi opbergzakje erbij. Online instructievideo en alles wat je nodig hebt. Hij gaat heten Cubes and Tubes. Want de video is een super verse truc. We moeten de video instructies gaan we straks ook even opnemen. Zodat we die, als je de truc zou bestellen, mee kunnen leveren. Voor de prijs van €75. Cubes and Tubes. Exclusief bij Dynamite Magic Shop. Je zou ook nog optioneel een doek door de koker in kunnen doen. Ja, je kan er gewoon. Ik had inderdaad gisteren het idee, zou ik er uit die pennen kunnen gebruiken. Weet je, een gokkelstok doorheen dat echt ook door die buis, dat die echt liggen, dat er geen spiegeltjes in zitten. Zou je er ook nog een streamer van tevoren uit kunnen halen bijvoorbeeld? Dus ik aan te denken, ik weet niet. Zou in principe misschien kunnen. Ja, dat zou kunnen, maar dan zit je met die kokertje op die prutsen, want dat zou allemaal kunnen. Nee, maar ik ben gewoon aan het denken. Ja, maar het is wel een goed idee. Het is wel een goed idee. Ja, dat was Cubes en Tubes. Hebben wij nog iets? Ja, ik heb nog iets liggen, maar dan... Ik heb ook nog iets liggen, René. Dat is Akalian. Akalian. Envelopes. Akalian, Engels. Envelopes. Maar ik heb eerlijk gezegd, weet ik wel een beetje wat het is, maar... Kost €32,50, maar ik zal het even laten zien. Ook een hoestrapel trouwens, nog beter. René, that's me. Ik heb hier een envelop, dus niet dat je door die envelop heen kunt kijken of zo. Nee. Envelop, ja. Dan wil ik aan jou vragen om een visitekaartje te pakken en op de witte zijde iets op te schrijven. Wat mag je zelf weten? Tekening? Wat jij wil. Of oké, ik heb iets.
Klaar. Kan het nou niet zien? Nee, ik heb mijn hand erop. Dan schuiven de kaarten zo in de envelop. Even voor de duidelijkheid, ik kan er verder niet doorheen kijken. Ik zal hem even helemaal erin schuiven. Wil ik René vragen om eventjes lekker te likken? Nou, doe even niet, en dan besparen we de envelop. Ja. Oké. Ik heb het vermoeden dat jij binnenkort weggaat. Omdat dit daar iets mee te maken heeft. Volgens mij gaat René op vakantie. Ik ga op vakantie, dat klopt. Klopt dat? Ik ga op vakantie, dat klopt. Maar heb je hier ook een vakantie opgeschreven? Oh, ja, dat klopt. Dat klopt. Even voor de duidelijkheid nog. Vakantie. Ja. Even voor de duidelijkheid, we hebben niks afgesproken. Dit is echt random. Random. Oké. Okay. Je krijgt de enveloppen. Je krijgt speciale enveloppen, mag ik dat zeggen? Ja, dat mag je zeggen. En je krijgt ook gewone enveloppen. Als je ze niet dicht laat likken of wat dan ook, dan kun je ze gewoon steeds opnieuw gebruiken. Ja, er zitten er 20 van deze, zoiets, hè? Van die speciale. Ik heb ze niet geteld. Ja, in de beschrijving staat 20 gimmicks. Oké. Okay. Dus dat betekent inderdaad, wat Leon zegt, ja, als je niet laat likken. Dat klinkt ook fout. Als je de enveloppen en niet laat dichtlikken. Als je de enveloppen niet laat dichtlikken, dichtplakken, dan kun je ze gewoon blijven gebruiken. Maar anders moet je ze openscheuren natuurlijk. Dus ja, super gaaf. Maar je kunt behalve woorden inderdaad ook getallen, tekeningen, eigenlijk alles wat op een kaartje past. Dus als het niet te gedetailleerd wordt, ja, denk ik toch? Ik bedoel, je moet niet... Hij zelf had hij, dat mag ik wel even vertellen. Zei hij tegen iemand, je gaat een cadeautje aan iemand geven, schrijf zijn naam erop. Mm-hmm. En dan zegt hij, happy birthday to, happy birthday to. Dan moet zij steeds zijn naam zeggen en dan weet hij uiteindelijk de naam. Ja, oké. Maar ik bedoel, als je echt dit... Ja, het zou wel kunnen trouwens, maar als je echt dit soort dingetjes gaat tekenen en zo... Wordt het gevaarlijk, hè? Dus in principe, maar ja, dat gebeurt ook normaal niet. Als je zegt, teken een groot en duidelijk schrijf een naam, teken een groot symbool, vierkant of wat dan ook, dat moet dan geen probleem zijn. Ja. Oké, okay, ja, ik vind het tof. 32,50? 32,50. Ja, dat vind ik ook niet schokkend duur of zo. Maar Tier 11, dat is algemeen goede producten. Verdikte mensen. Verdikte mensen. Heb jij jouw kaartspel naar bij de hand daar? Kijk, dat was een normaal spel, hadden we gezien. Er zit alles eigenlijk, als het goed is, weer helemaal in. Ja. Oh, de dubbele kaarten zie je volgens mij, maar dat maakt niet uit. Dat zie je helemaal. Even voor de duidelijkheid, dit heeft ook niks met de truc te maken van net. Je kunt het gewoon met een gewoon spel doen. Ja, ik dacht twee schoppen. Maar toen zat ik er dubbel in, maar dan zag ik even dat het erbij heeft. Het heeft niks met de truc te maken, inderdaad. Ja, zie je. We hebben hier kaarten liggen, dat wil je niet weten. Allemaal doosjes met dalen. Dus... En soms zeggen we, hey, twee halve spellen. Samen. Ja. Maar ja, in principe kun je met elk tijd zeggen, ben je geleend spel kun je doen. Ja. Soms denk ik ook, pak mijn kaart, pak steeds dezelfde kaart. Dan heb ik in één keer een one-way deck gemaakt. Dat is wel heel knap, maar goed. Hey, ik heb hier een setje. Ik zal een beetje laten zien bovenop. Het zijn allemaal kaarten, zie je, grote kaarten. Ik leg die even hier neer. Spelkaarten. Nou, ja, spelkaarten hebben we net al gezien. Kaarten. Mm-hmm. Jij mag je stop zeggen, wij zelf wil. Oh! Mag ook. Op die plek waar je gestopt bent, mag je de kaart zelf even bekijken. Zal ik kijken? Mm-hmm. Ja, dan moet ik denk de camera zo wel kan zien. Ik ga er terug in. Oké. Iedereen heeft een beschermengeltje, en engeltjes kunnen boodschappen brengen. Niet van de Lidl of van de Albert Heijn, dat soort dingen, maar een boodschap brengen, zal ik het zo zeggen. Ik zal laten zien wat ik bedoel. Kijk, je hebt hier namelijk een, je kunt hier doorheen riffelen. En ik ga hopen dat de kamer boven de kantine, ik check even of dat een beetje te zien is. Kijk, als je hier doorheen riffelt, dan zie je dat een engeltje gaat vliegen. En het engeltje, dat haalt iets uit de lucht, uit het niks, uit een de derde dimensie gat. En dat is een envelop, zie je? Oh, en die envelop, die kunnen we pakken, zie je? En die envelop zit een boodschap. Welke kaart heb jij net gekozen? Klaver 5. Klaver 5, zie je? Hoe heet die beschermengel van jou vandaag? Geen idee. Ik heb geen naam. Dit is een manier om Quantum Angel terug te stoppen. Quantum Angel te vertonen van Paul Harris.
En dit is, ja, waarom zeg ik een manier? Omdat je gewoon diverse mogelijkheden hebt. Je hebt variaties zoals wat ik nu gedaan heb met het losse envelopje wat je eraf kunt halen. Waarbij je van tevoren vastzet, zo zeg ik erbij, wat er verschijnt in de boodschap. Dus het kan ook zijn, fijne verjaardag. Of je hoort ergens een naam van iemand, schrijft hij erop op die boodschap en onthult de boodschap die je van tevoren hebt gemaakt. Dat is één optie. Tweede optie is dat je, laat ik even dit geheim zien, even wat uitpakken, maar voor het idee. Dan bewaar je dit hele stapeltje, zit daar mooi verborgen, nou ja, niet verborgen, zit daar mooi hierin. Maar je hebt een extra gimmick, ook zit hier allemaal mooi ingepakt. Heb je dit, heb je. Je pakt er een visitekaartje uit en je zegt tegen iemand, noem een naam, Piet. Piet, ja, Piet, zeker weten Piet, ja, oké. Dan maak je dat dingetje open, haalt de kaarten eruit, riffelt het door en op het laatst zit op de kaart zit een envelopje vastgeplakt, echt opgeplakt. En in het envelopje zit een, ook zo'nzelfde briefje als net, maar er staat dan Piet op, of getal 24 of wat dan ook. Dus je kunt ook echt on the spot dingen erop zetten. Hou er wel rekening mee, een goede truc hoor, dat bedoel ik niet, maar hou er rekening mee dat de informatie op het envelopje moet komen, ja. Hierop moet passen. Nou, dan gaat het voornamelijk om de informatie die je ter plekke schrijft. Dus als iemand nou Jacqueline heet? Ja, Jacqueline zou ik een J maken. Bij wijze van, weet je. Dus voor deze boodschappen die je echt on the spot maakt, met de speciale writers die erbij zitten ook overigens, moet je toevoegen aan je eigen Sharpie stift. Dus als je nu hebt een eigen Sharpie nodig, heb je niet, moet je even meebestellen als je alles wil kunnen. Werk je met dit envelopje, dus met een voorgeschreven boodschap, dan zitten er grotere papiertjes bij, die zijn vier keer zo groot als dit. Kun je er ook een grotere, kun je hem openvouwen, zeg maar. Maar dat kan niet met de dingen die je ter plekke schrijft. Dus erg leuk, je hebt eigenlijk een aantal mogelijkheden. Op de video staan van allerlei ideeën en tips en noem maar op, mogelijkheden die je kunt doen. Ook, je kunt ook zeggen, haalt even een kaart uit, toeschouwer mag ergens stop zeggen. De volgende kaart mag je onthouden. En dat is dan de kaart die voorspeld is in een envelopje. Mede door de speciale gimmick die daarvoor bij zit, kan dat ook weer. Dus dit is de Quantum Angel. Compleet met alles wat je nodig hebt, behalve de Sharpie stift en de spelkaarten. Kost €37,50. Erg leuk ding. En makkelijk mee te nemen in je zak. En ik denk super verbluffend voor mensen. Omdat het, ja, je kijkt naar cartoon, waar het eigenlijk een beetje vanaf komt. Dat bewegende filmpje zeg maar, achterop je kaartspel komt toch een beetje vandaan. Is dat ja, absoluut een leuk idee. Dus, Quantum Angel. Dan hebben we hier een spelkaarten van Jimmy Fallon. Fallon. Ja, van de Tonight Show, Late Night Show. Dan gaan we die zeven uitpakken. Ja, je bent eerst niet uit. Net het zegeltje verbroken. Het zegeltje afgehaald. Ik vind het doosje vind ik al tof. Ja, hè? Mooi. Mooi aan bos en alles met folie. De binnenkant ook. Ah, nee, binnenkant is goed gedaan. De jokers. Ik ga de plaatjeskaart er weer even uithalen, want die willen ze meestal toch wel even helemaal goed kunnen zien. Papagei. Paas. Doe dat even zo voor René. Ja, het zit er mooi uit, netjes, strak maar allemaal. Het een beetje het stijl voor van die krentjes op de ruitjes en alles. Ja, duidelijk, is duidelijk. Aan de achterkant van de kaarten. Oh, mooi. Netjes. Stijlvol, heel stijlvol. Ja. Tonight Show, die staat erop. Blauw is het, van New York, de Skyline, of Skyline, die gebouw. Ja, leuk, ik vind het mooi. Kost €12,50. Nou. Oké. Voor Jimmy Fallon deck. Ja, mooi. Van Theory 11. Mooi spelletje. Ik draai mooi even om. Ja, waarom deed ik dat? Omdat we eigenlijk al de winkel is zo net open gegaan. We zijn dus morgen aan het opnemen. We zijn wat later gestart dan normaal. Het zou zomaar kunnen dat er iemand aan de deur staat zo meteen. Ja. Eens even zien. Ook een gloednieuw kaartspel. Echt gloednieuw. Zo, ik zal het een beetje nog door elkaar schudden. Zo. Kijk, het is natuurlijk net nieuw. Nou, ik zal het nog één keer schudden. Ik zal het zo doen.
beetje hetzelfde idee, maar het gaat erom dat ze even door elkaar zitten. Het spel is nog niet geschud. Leon, ik zou jou willen vragen om ergens gewoon een kaart aan te wijzen met je vinger. Ergens eentje, maakt niet uit welke. Ja. Oh, ja. Die? Ja, zeker. Dat ik niet kan zien. Oh. Ja, ja. Ja. Oké. Okay. Ik pak een stift en ik ga namelijk een voorspelling maken. Ik zal het doodje dicht maken. Eerst maak ik de voorspelling vooraf, hè? Ja, sorry, ik zou je gedachten proberen te lezen, zeg het verkeerd inderdaad. So, ik denk dat... Nee, dat is hem niet... Oh nee, maar wat is, dit is niet jouw kaart, ik ben nog steeds aan tekenen. Ik zal het zien, dit is eigenlijk een, niet jouw kaart, maar dit is eigenlijk een compleet kaartspel, zeg maar, gezien. Oh, ergens in die kaart, in het kaartspel, zit jouw kaart. Dat zou kunnen. Zodat er 52 zijn. Ja, maar dat is dus niet eruit de aas. Nee. Okay. Als je dan schudt met dat doosje, op deze manier zo, dan zul je zien, ik hoop dat een beetje beeld komt, maar ik moet niet bij het beeld raken, dat één kaart omhoog gestegen is uit het spel, zie je? Ja. En dat is de harte 2. Harte 2. Als je harte 2? Ja. Okay. Het mooie is, je kan ook alles nu weer gewoon... wissen. Kaart wordt netjes terug in het doosje. Zo. Oh, flapjes ervoor. Dit is ook weer een manier om Michael Shetland's Tornado, net hoe je noemt, te vertonen. Ja, ik moet zeggen, ik vind Michael Shetland best leuk, daar niet van. Maar hij heeft ook een paar uitgebracht waarvan ik denk, mwah. Die niet praktisch zijn om te doen, hopen, vind ik. Ik bedoel, niet handig te gebruiken in de praktijk als je tafelgokken natuurlijk doet. Deze vind ik daar wel. Plus, hij is eigenlijk nagenoeg klaar. Je stopt de kaartspel in je kaartspel. Je stopt de kaart in je kaartspel. Zit er overigens niet bij, maar je hebt een rode bicycle nodig nog. Bij voorkeur zijn old style, dat is het beste. Stop je de kaart, stop je erin. En je... plakt één ding vast wat erbij zit, maar dat kan hij niet doen omdat je geen kaartspel bij je levert. Klaar. Dus dat is eigenlijk super makkelijk te doen ook. Je kan getekende munt laten veranderen in een munt. Je kan een voorspelling laten verschijnen. Je kan dingen laten veranderen. Nu net liet ik een kaart omhoog stijgen. Je kan streepjes laten veranderen in een naam. Je kan, whatever you like. De een en de ander kun je laten veranderen. Je kunt dingen laten verdwijnen. Je kunt ook op tekst laten verschijnen. Het kan allemaal. De sticker laat je ook verspringen. Ga ik erin. Kan ook. Kan ook. Je kan het dingetjes naar beneden laten vallen. Bestel dan wel, denk ik, eventjes van die stickertjes erbij. Ja, hebben we ook, hè? Van die bicycle deck seals. Hebben we in rood, blauw, zwart. Dus die kun je altijd ook mee bestellen. Stickertjes zit er ook niet bij. Weet je wat we doen? Zet het ook even op de site. De stift zit er ook niet bij, maar als je niet zo'n pen hebt, is misschien wel een goed idee. We hebben die toch altijd op voorraad. Zetten we gewoon stift ook op de website, kun je die mee bestellen. Nooit weg, nooit verkeerd. Dry erase marker, noem het gewoon eventjes. En dan zet u die ook op de site. Dus Tornado, als je hem nodig hebt en je hebt het allemaal niet nog, kaartspel mee bestellen in rood, old style box en een marker. En dan is hij helemaal compleet. Voor de prijs van €29. Goed gemaakt, leuk dingetje. Als ik je zo kijk, dan ik ben er doorheen. Ik heb nog wat. Oh. Een glaasje. Eén. Als leeg. Okay. Oh. Drie notendopjes. En een ertje. Een ert. Een ertje. Een ert. Oké, leuk. Lekker. Een ert. René. Waar ben ik? Waar is de ert? Oké. Okay. Inmiddels dopje. Wil ik je vragen om de ert goed in de gaten te houden? Ja. Dan gaan we. 1, 2, 3, 4. Ja. Waar is de ert? Helaas. Waar is hij dan? Ik dacht hier. Daar is hij. Oké. Okay. Dan ga ik beter. Ik ga beter opletten nu. Beter opletten? Ja. Ik zal proberen zo snel mogelijk te doen. Ja. Oh, heb je natuurlijk gezien. Maar dat was eigenlijk niet de bedoeling. Dat was opvallend. Iedereen weet dat hij hier ligt. Waar is de ert? Ja, hier. Helaas, daar is hij. Ik zal het nog één keer doen, René. Nu ga ik het zeker zien. Ja.
Waar is de eer? Ja, hier. Ik weet het. Ja. Dus is het volgens jou niet hier? Nee. Of hier? Nee. Hier. Nee. Hier ook niet, je zit namelijk hier. En dit is... Nog één keer. Dan maak ik het nog moeilijker. Wacht even. Ja. Oké. Dit hier, nee. Ja. Hier. Of hier. Ja, maar nu, daarom heb ik het gedaan. Nu kan hij hier dus never nooit weg. Nee, dus hij zit ook niet hier. Nee. Of hier. Nee, we zitten hier. Nee, hier. Dit hier. Of hier. Eventjes. Oké. Ik weet hoe dit werkt natuurlijk, maar ik speel even mee alsof ik het niet zou weten. Ja, ga voor. De messing. Dat is het materiaal. Tree shell game. Klinkt ook mooi. Deluxe. Ja, mooi gemaakt. Heel mooi. Met mooie ertjes. En dan zeg je, ja, wat maakt dat nou uit? Het zijn stukjes schuimrubber geknipt. Twee keer in de latex gedoopt. Handgemaakt, dus echt, je krijgt daar drie mooie ertjes bij. Dan heb ik ook de vorm en de kleur. Echt wel van ertjes, ook niet van een rubberen balletje. Het zijn geen rubberen balletjes, het zijn echt speciaal gemaakte balletjes. Mooie buidel erbij. Helemaal compleet voor €37,50. Een goede prijs voor een goed product. Je krijgt uiteraard instructies bij. In Nederlands. We hebben diverse modellen van dezezelfde truc. Deze allemaal hetzelfde, maar ik vind dit wel een chic uitziend setje voor een hele mooie prijs. Exclusief ook bij Dynamite Magic Shop. Voor €37,50. Zonder glaasje. Kun je elke shotglas gebruiken wat over je notendopjes past. Maar het maakt het weer net even, weet je, als een finale net iets sterker. Of kan elk andere dopje of potje of zo gebruiken, maar dat is transparant nog. Ja, ik ben er echt doorheen. Jij ook, hè? Denk ik. Ja. Dat betekent dat we het einde zijn van update nummer 69. In verband met vakantie zou het denk ik wel over 2 weken, nou ja, weet ik wel zeker, geen update komt. Dus het kan over 3 weken zijn, of over 4 weken dat de volgende komt. Dus je moet even geduld hebben. Maar goed, we hopen dat het fijn weer wordt. Dat je niet binnen hoeft te zitten. En dat je gewoon andere lekkere, leuke dingen kunt gaan doen naar buiten. Lekkere. Ik bedoel dat je met lekker weer dingen buiten kunt gaan doen. Dat is echt update 69, geloof ik. Ja. Dus dan zien we elkaar weer terug over 1 week of 4, denk ik. Ik zou zeggen, als je vakantie hebt, fijne tot vakantie. Moet je vakantie krijgen, ook fijne vakantie. Heb je vakantie gehad, ik hoop dat je fijne vakantie hebt gehad. Groetjes! Hoi.